Ik heb van alles met hem gedaan. Overdekte winkelcentra in, door de Leidsestraat met trams, over de Erasmusbrug in Rotterdam. Maar hij stond dus in het Vondelpark oog in oog met een lama en heeft nog nooit zo geschrokken. ...1999, de vooravond van een nieuw tijdperk. Elke seconde telt. Een eenzame Amazone en haar dappere ros trekken ten strijde. Tegen de algehele verslonsing van het protocol. Tegen bizarre en vervreemdende modernismen. En ten faveure van de romantiek van weleer. En bedenk, er is slechts één PK nodig om vooruit te komen in het leven. Daarom, de paard, de paard. Een warme dag in Amsterdam. Tijd om te ontspannen. Om dagelijkse beslommeringen en hectiek te vergeten. Om terug te keren naar de dagen van speelsheid en onbezonnenheid. Terug te keren dus naar onze jeugd en het ondeugende kind dat we ooit zijn geweest. En welke sleutel is het meest geschikt om het slot dat ons kinderhart bekneld houdt te openen? Juist. De aloude truc met de portemonnee en het vistouwtje. De allerleukste. Oh, met dat touwtje. Ja, toch? Kent u hem nog? Goede voorbereidingen is het halve werk, hè? Zo, ik ga hem leggen. Moet u dit even afrollen? Pom, 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 pom. Goed. Ja. Nou, dat zie je niet, hoor. Met je kiezeltjes erover. Het wachten is op het eerste slachtoffer. Nee, die gaat te hard. Spannend, hè? Net of we weer 7 jaar oud zijn, vindt u niet? Ik zat altijd achter de deur in het gangetje bij mijn moeder. En ik keek en er kwam er iemand aan. Ja, ja, ja. Hij wijst op de portemonnee. En zij zegt, laat maar liggen, we hebben geld zat. Nou, zeg. Je kan het, in deze welvaartsmaatschappij lukt het niet meer in zo'n kroeg, hè? Let op. Nou ja. Ook geld genoeg. Je hebt ook geld zat, zeker. Ja, actie. Ze kijken weer alleen naar Blink, hè? Wij zijn gewoon in gesprek. Ja, het is zo chillig. Het is ook niet te geloven. Ik ga eens even kijken of je me nog kan trekken als ik hem iets verder op het fietspad leg. Bla, 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 bla. We hebben het over... Nee, ik kijk allemaal naar Blink. Het is niet te geloven. Kom door het paard. Ja, 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 ja. Let op, let op. Let op. Ja! Ik voel me wel meteen weer een jaar of 20 jonger, niet? Het is heel goed. Het geeft de burger weer moed. Maar je moet even een beetje vieren. Nog meer vieren. Want hij moet op de grond liggen, hè? Touwtje, anders gaan mensen erover struikelen. Ik denk dat ze het allebei niet zien, want ze zijn zo... Ja, die man, de man heeft het gezien. Ja, ja, ja. Ja, wijzen, wijzen. Onopvallend. Ah! U voelt hem komen. Hij zit aan een draadje, meneer. Oh, kijk wat aardig. Hij legt hem weer op scherp. Kijk hem. Oh ja. Ah! Oh, deze man zou leuk zijn. Ja. Zo'n lekkere mafioso man is dit. Oké, dat is zo'n Kramer. Dat was wel leuk geweest. Let op, let op. Ja, ruikt nattigheid. Hij heeft het gezien. En dan moeten we ons heel onopvallend gedragen. Alsof we helemaal niet naar die portemonnee aan het kijken zijn. Kijk, let op, let op. Bla bla. Niet al beginnen te trekken, hè, bijvoorbeeld. Kijk dan. Helemaal in een deuk. Ik zweer je, je ziet er 20 jaar jonger uit dan daarnet. Je hebt er 2 te pakken. Ik heb er 2 te pakken. Pas op, er komt er net 1. Houd het in de gaten, hoor. Ze gaat hem pakken. Hij heeft het gedaan. Het leukste is ook als ik met de fiets aankom, helemaal op die fiets stopt, het gaat bukken en dan... Dat is leuk.
Want die voorste man die zou ook nog wel eens kwaad kunnen worden. Wat doen we dan? Hard weglopen. We hebben het vervoer. Belletjes trekken. Belletjes trekken, ja, aan gedaan? Ja, dit ook. Leuk is dat, hè? Ik krijg nooit meer belletjes trekken aan de deur, hè? Nee. Waarom is dat niet meer? Nee, ze halen heel anders op. Ze gaan ze niet vernielen meer. Vernielen? Ja, niet meer dit soort onschuldige dingen? Ja? Ja. Ze wijzen en ze pakken. Nee, die man wel. Ja, ja, jou, je trekt! Ja! Het is op het eerste gezicht niet te zien, geachte toeschouwer. Maar al deze dieren zijn onwel. In diepe lichamelijke en psychische nood. Ver voorbij het stadium dat een gediplomeerd dierenarts heil zou kunnen brengen. Slechts één ding kan hier nog redding brengen. Goddelijke interventie, dames en heren. Een regelrecht wonder. Een onverklaarbaar fenomeen. Een blauwe engel. Jomanda verzorgt dierenhealing. Honden, katten, konijnen, cavia's, parkieten en nee, niet bang zijn. Nee, het is een healing. Het is een healing, hoef je niet bang te zijn. Zijn welkom om genezen te worden door het medium Jomanda. Kom op, niet bang. We gaan een dierenhealing zien van je. Ja, klopt, ja. Wat gebeurt er precies bij een dieren hier? Ik heb geen idee. De mensen die mogen komen met hun zieke dier. Het dier kan moeilijk alleen komen, denk ik. Hè? Maar in ieder geval is het heel belangrijk dat ze, als ze dus het dier niet mee kunnen nemen, een foto van het dier bij zich hebben. Ze kunnen afreageren voor het dier. Ja. Dat wil zeggen dat je een emotionele band hebt met het dier, zoals je ook met een mens kunt hebben. Dus heb je bijvoorbeeld een dier met een zere poot en je voelt ineens je been, dan kan dat dus de poot zijn van het dier. Ja. Dus de emotionele betrokkenheid van mens tot dier. Nou, Blinken heeft een beetje last van humeurswisselingen. Ja, maar als jij al emotioneel betrokken bent, dan heb je kans dat jij gaat ontladen zo. Ja, dan, ik heb het dus ook sinds ik met Blinken omga een beetje. Wat kunnen we ik daar, denk maar, al, waar je, komt, je straalt op een andere manier. Maar waar komt dat nou door? Soms is hij heel rustig en de andere keer dan is hij, dan trekt hij die lip zo op en dan ja, heeft hij overal normaal. Last van. Dat is normaal, bij mensen trof ons last van. Kijk, dan gaat hij, dat bedoel ik. Ja, dan begint hij mensen ook wel eens last van. Blinken, ga je er ook bij zo? Verder denk kijk, ik dat al die mensen in een vorig leven een hond is geweest die zijn bot niet kon vinden. Kijk, dit doet hij ook heel vaak. Ja. En hij bijt ook in hout. Oh ja? Ja, dus misschien is het ooit een knaagdier geweest. Maar kan je iets zeggen over dit paar? Wat is, hoe zit dit paar een beetje goed in elkaar? Jawel, absoluut. Ja? Ja. En heeft een dier een ziel? Ja, die heeft een ziel, ja. Kinderen zouden zeggen ze gaan de dierenhemel, maar het is in feite wel zo dat ook de ziel van het dier doorleeft. Ja. Alleen op een hele andere manier weer als een mens. Dus het is niet zo dat een dier dus later als mens terugkomt of een mens als een dier terugkomt of zo. Nee, zo is het niet. Maar ze hebben wel een ziel. Ja, ze hebben een ziel, ja. Maar dan verkondig je wat anders dan de katholieke leer, hè? Want in de Bijbel staat dat ze ja, geen het is, ziel het is hebben. Toch wel waar. Ja. En je kunt het ook vaak wel merken, want kijk, dieren begrijpen ook mensen gewoon en dat is ook wel eens andersom. Dus je kunt ook communiceren met ze. Maar hoe zie jij het geloof van de toekomst? Zie jij jouzelf boven kerken triomferen? Nou, ik denk wel dat ooit kerken toch op een andere manier gaan functioneren. Ik denk ook wel dat in de toekomst heel veel dingen gaan verdwijnen. En dan denk ik meer aan ziekenhuizen of zo. Dat meer gaat verdwijnen dan weer een gebedsruimte. Ik denk dat mensen gewoon op een hele andere manier met hun lichaam om leren gaan. Meer naar de natuur teruggaan. En dan eerder ziekenhuizen leeg. En kerken weer voller. Dat denk ik dus wel. Heb jij wonderbaarlijke genezingen verricht bij dieren? Ja, via mij uiteraard. Vertel eens, nee, via jou. Jaren geleden heb ik ook dierenhealings gehouden in Tiel nog. En daar kwamen ook 700 dieren op af toen. Dat hadden we nog ook nog geen tapijt in de hal, dus dat kon allemaal. Maar er was ook een baasje van een paard die op de tafel mocht plaatsnemen. Want mensen kunnen afreageren voor het dier. Ja. Ja, en dat baasje had ineens zoveel rare steken in zijn heup gevoeld. En toen het paard die daar stond, achter een soort hek, die gaf ineens een trap aan iemand die erbij stond. En toen zei het baasje, oh hoi, wat hoor ik daar, dat is mijn paard. En die galoppeerde de hal uit. Dat was dus ook op dat moment genezen. Dus dat ging via de mens naar het dier inderdaad geholpen werd. Maar je zou wel iets aan de onrust van Blinken kunnen doen, of niet? Ja, maar nee, die is niet zo onrustig. Ja, maar hij heeft ook een eigen karakter. Gemoedsschommeling. Ja, maar hij heeft een eigen karakter. Blinken, je bent zoals je bent, of niet?
Ja, hè? Net als het vrouwtje wat erop zit. Hè, die heeft ook een eigen karakter. Dus ik ga afreageren voor blinken zo meteen. Als het nodig is, maar ik denk het niet. Ik ben heel benieuwd. Kom, gaan we weer terug, want ja, de patiënten wachten, hè? Okay. Dus zijn er een hoop. Welkom terug, waarde kijker. Alwaar de wonderbaarlijke genezingen van het medium Jomanda spoedig een aanvang zullen nemen. Wat heeft u al, mevrouw? Hij is zo bang. Hij is bang? Hij is zo bang. En hoe komt hij ook zodat hij wat dapperder wordt? Nou, dat hoop ik. Misschien dat Jomanda me kan helpen. Hallo. Hallo. Wat heeft hij? Ze heeft een beetje last van de rechter schouder af en toe. Ach, Rosje. En hoe heet ze? Greetje. Greetje. En gelooft u nou dat helpt, deze healing? Ja, ik ben er wel meer geweest. Oh ja? En toen? Ik heb er toch wel fijne ervaring opgedaan. Ja? Dus ik denk, als het voor mij helpt, kan het voor het beest ook helpen. Bent u gelovig? Ja. Als u nou moet kiezen tussen het geloof voor God en het geloof voor uw man, hè? Waar gelooft u meer in? Het gaat een beetje over het geloof in de toekomst en hoe toegankelijk de kerken nog zijn. Nou, kijk, als je man dezelfde gaven van dezelfde God krijgt als waar ik in geloof, dan moet het goed zijn, hè? Ja, maar in de Bijbel hebben dieren geen ziel. Daar ben ik niet van overtuigd. Wat heeft dit paardje? Die heeft officieel slijtage in de achterbenen. Oh. Dus ik dacht, ik hoorde het of ik zag het ergens van jouw mannen. Dus ik dacht, nou, ik zal er maar even heen gaan. Al baat het niet, al schaadt het niet. Geloof je dat het zal helpen? Ik hoop het. Met het dier of met de foto? Met de foto van het dier? Ja, oké. Okay. Neemt u plaats. En hoe is het met jou? Voel jij iets bijzonders? Heel onrustig. Heeft dat dier het ook altijd, die onrust? Ja, nou dat voel jij dus nu op dit moment. Wordt dat dus eigenlijk bij jou voelbaar hoe het dier zich voelt, hè? Ja. Ja, dan lekker rugsteuntje zo, Blink. Kijk net de andere kant op. Kort voor haar. Ja. Kom maar. Wel weer wakker worden straks, hoor. Hallo? Hij is een hypnose. Ben je een hypnose? Er zijn er ook een paar mensen die hebben een soort gevoel van band rondom de nek of hals. Die mogen ook even gaan staan. Dat heeft ook te maken met een halsband. Als je aan een halsband zit, heeft dat positieve kanten, negatieve kanten. Misschien trek je inderdaad een halsband te strak aan. Misschien heeft dat dier daar last van. Ja, ik moet hier zijn. Ja. Linkerbeen, linkervoorpoot. Er zijn er zwarte vlekjes op het dier zichtbaar, dus op het lichaam van het dier. Wil dat zeggen dat daar de oorzaak ligt van de klacht? Geloof jij in deze healing? Ja. Dus ja? Ja, echt door ervaringen, echt. Niet zo uit mezelf, ik moest er op een gegeven moment echt naartoe. Ja. Ben je gelovig? Ja, nu wel heel erg. Altijd al een beetje van er is wat, maar nooit heel duidelijk, maar nu wel veel duidelijk. Ga je ook naar de kerk of ga je liever naar je mama? Nee, ik ben Rooms-Katholiek, maar ik ga niet echt naar de kerk. Ik geloof niet heel erg in een Bijbel en de strikte betekenissen van een Bijbel en zo. Bent u gelovig? Nee. Nog niet. Nee. Niet naar de kerk geweest? Nee. Maar gelooft u wel in iets dat er meer is tussen hemel en aarde? Ja, ja, dat geloof ik wel. En dit gaat niet te ver, zo'n dierenhealing? Denk je niet, nou is wel een beetje heel vreemd dit? Nou, sommige dingen zeg ik van ja. En sommige dingen denk ik van ja, het kan waar zijn. Ja. Dus. Heb jij iets ervaren van het paard? Heb jij iets gevoeld op dit moment? Of net? Pijn in je rug, ja. Weet je ook of het dier daar last van heeft? Weet je niet.
Ja, ik moet daar ook zijn, maar ik moet eigenlijk, moet ik hier aan de rechterkant zijn, hè? Dus hier, dat wil hij denk ik niet. Hij wil dat niet, wacht maar. Ik ga jou even op afstand behandelen. Niet naar de vier. Ja? Kijk, Blinker, die humeurigheid van jou, ze kunnen mij nog meer vertellen. Maar dat komt niet door die vier, dat komt niet door die sproeten, dat komt niet door lama's. Dat komt niet dat je van dichtbij een klein beetje op een kameel lijkt. Dat komt omdat overal waar jij komt, mensen meteen zeggen, kijk, daar heb je het paard van Sinterklaas. En dat vind je vervelend. Ik heb hem al één keer op je rug gehad, en sindsdien word je daar alleen maar mee geassocieerd. Dan geef ik natuurlijk, dan is het gewoon. Communicatie? Ha! Gebabbel per e-mail, anoniem chatten per internet, vluchtige berichten via draadloze telefoons. Correspondent opgelet. Heb je iemand echt iets wezenlijks te melden? Ga zitten, neem de tijd, orden je gedachten en vereer die ander met een echte, gepassioneerde, met de hand geschreven brief. Waar is zij? Venezuela. In Venezuela. En hoe beginnen we de brief? Lieve mama? Lieve mama. Inke, blijf eens staan. Ze was gisteren geopereerd. Ze is gisteren geopereerd? Ja. Ja, dus? Ik hoop dat het allemaal goed is gegaan met je operatie. Ja. Jammer dat ik als je dochter niet bij je kon zijn. Ja, precies. Denk ik, hè? Ja. Ben jij haar enige dochter of heeft ze meer kinderen? Acht meer. Acht meer? Dus met z'n negenen zijn jullie. Hoe lang heb je er al niet gezien? Van december. December. Dus 7 maanden. 7 maanden? Ja. Was het een zware operatie? Huh? Was het een moeilijke operatie? Een beetje, ja. Maar het was goed. Het is goed gegaan? Ja, ik heb gebeld. Dus. Ja. Gelukkig is alles goed gegaan. Ja. Ze is nu ziek, hè? Dus je moet haar even vertellen waarom je zoveel van haar houdt. Ik hou heel veel van mijn moeder, omdat is mijn moeder. Omdat zo groot voor mij. Ze is de belangrijkste mensen die voor mij is. Belangrijkste mensen in je leven. Ja. Ik hou heel, dan zet ik hier streepjes, heel erg veel van je. Natuurlijk omdat je mijn moeder bent. Omdat je me hebt grootgebracht. Ja. Dat is een hele klus met 9 kinderen, hè? Ja. Ik ben de laatste. Je bent de kleinste, ja. De Benjamin. Grootgebracht met heel veel liefde. Ja, ja? Heel veel. Dat zie ik aan je. Ja. En omdat je de belangrijkste mens is voor mij. Op de wereld bent voor mij. Ja, is dat zo? Ja, perfect. Ik mis je verschrikkelijk, denk ik toch wel, hè? 7 maanden altijd. Niet gezien. Je mist er altijd? Ja, altijd. Iedere dag? Iedere dag. En waarom zijn jullie zo ver uit elkaar? Jij werkt hier. En ik was hier op vakantie. En nu ben ik. Toen was je verliefd geworden. Ja, maar dat begrijpt. Nee, dat begrijpt jouw moeder toch wel? Ja, dat is moeilijk. Ik mis je elke dag, maar de liefde houdt me bij je vandaan. Ja. Zullen we het zo doen? Ja. Dus het is een goede reden. Ja. Wanneer ga je naar de toe? Volgend jaar. Volgend jaar kom ik naar je toe en dan verheug ik me nu al op. Ja. En ik tel de dagen nu al af, zeg je dan in Nederland. Okay, okay. Heel veel liefs. Ja. En beterschap. Eigenlijk, ze begrijpt echt niks. 0,0, dat ze spreekt Spaans. Tuurlijk. Maar jij gaat dit voor haar vertalen.
Dus ik doe hem in een open envelop en dan moet je aan het achterkomen weer voor de vertaling schrijven. Oké. Brief naar Venezuela, is toch mooi? Ja. Ja, waarde kijker, aan alles komt een eind. Dit was het laatste avontuur uit een serie die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de loyaliteit en het geduld van onze trouwe viervoeter Blinker, de schimmel. Daarom een ode aan het edele dier dat meestal uitblonk door wijsheid, maar soms ook door eigen wijsheid. Tegenwoordig zijn de rollen niet meer zo duidelijk, hè? De rollen zijn niet meer zo duidelijk. Helemaal niks. Kijk, dat vindt Blinker ook. Het is wat duidelijker. Kun je in ieder geval doen alsof het je interesseert? Sander. Nou, ik zal hem aan alle... Blinker. Hij heeft even jeuk aan zijn neus. En dan doet hij dit. En hij weet dat ik daar een hekel aan heb. Blinker? Vanaf 60. Oh, dat is inderdaad een hele tijd. Dat is 30 jaar. Even snel uitgerekend. Hij is erg goed bij. Kijk nou, Blinker. Dit is antiek. Hier, de tanden staan erin. Heb je rust er niet voor in je kom? Kom. Nee, ik heb de rust er niet. Nee? Nee. Goed, dan is het maar goed dat je mij tegenkomt. Ja, hallo. Dan begint hij weer, zeg. In een zakdoek of zo. Jij moet vooral zo doorgaan blinken. Nee, dat zijn geen manieren. Hoe oud is hij? 36. En jij? 15. Nou, dat is een... En ze is net als een zus, niet als een moeder? Nee, meer een zus. Ze maken heel veel lol samen. Lachen samen. Oké, Blinker! Het hoeft toch niet een tegenspraak te zijn? Nee, maar dat ze weer bewust kiezen om hun carrière op te geven. Omdat ze de druk niet aankunnen van, nou, wij moeten dat allemaal... Hallo! Dan gaat hij echt hier de boel lopen afbreken. Blinker, ik heb je gewaarschuwd. We zijn bij nette mensen, je moet je gedragen. Nou zijn er de ene mensen die zich meer behoefte aan stilte om zich heen dan de andere. Er zijn ook mensen die vinden het heerlijk als ze dicht bij een stoplicht zitten waar al die auto's ineens stil moeten staan. Blinker! Het is gewoon een knaagdier. Kijk nou. Van paard tot knaagdier. Ja, nou, kijk eens aan. Of in een vorig leven is hij misschien een konijn geweest. Ja, wie weet. En een mobieltelefoon? Is dat iets voor u? Nou, die wil ik wel hebben. Die hebben we nog niet. Maar het is natuurlijk heel praktisch. Een vriendin van ons die heeft zaterdag vastgezeten in een lift. En ze drukte de alarmknop in, maar daar werd niet gereageerd. En dan dat prachtige, al die uiterwaarden langs de grote rivieren. Het is allemaal op die manier gebeurd. Hij heeft een stuk hout. Wat doe je nou toch? Werkelijk waar. Ja, dit is mijn paard, Blinker. Dat is toch niet lekker? Zullen we gewoon deze schuur laten staan? Een houtworm of zo? Alles komt terug op een andere manier. Ja. Ik denk dat dat voor ons net zo geldt. Ik ga even ingrijpen hoor. De natuur is vooral logisch. De natuur is erg vervelend op ons. Ja. Jij moet vooral zo doorgaan. Los. Doe maar Blinker. Doe dan. Ze zijn niet eng, dat zijn je neefjes uit Bolivia, dat zijn lama's. Ze doen niks. Nee, ze hebben nooit gezien. Huh? Kom. En daar zat Opu. Daar zat Opu. En was dat... Nou, zeg... Maar je wist niet mee, dat hoor. Godverdorie.
Dus ja. Maar monogamiteit, dat zou je wel willen. Dat zou ik inbouwen. Lekker hoor, jongen. Lekker. Dit was het voor vandaag. Trouwe viervoeter en je passagier. Vaya con Dios.